De actie begon vanochtend rond 8:30. Demonstranten van Extinction Rebellion hadden zich aan de deuren van de passage van het Rijksmuseum vastgeketend. Ze eisen dat het Rijksmuseum afscheid neemt van de ING-bank als hoofdsponsor. ING is de grootste fossiele financierder van Nederlandse banken op dit moment. En dat verwoest de planeet. Dus het Rijksmuseum moet stoppen met zich laten financieren door ING. Go directly to the ink bank if you want to protest to the ink bank. Exactly. This is not correct. The source of all the problem is the ink bank. Why don't they go directly to the ink bank and block an important museum like this? This is not right. This is not correct. We came from Mexico. We bought the tickets with a time slot, 10:30. We cannot get in. Little disappointed. We vinden het ook heel vervelend. Wij zouden het ook heel leuk vinden om gewoon een leuke dag te kunnen hebben vandaag. We hebben al meer dan 100 acties erop zitten de afgelopen 2 jaar in het kader van ING-acties. ING luistert niet. We willen eigenlijk dat het Rijksmuseum gewoon aangeeft. Wij laten ons niet meer gebruiken voor de vieze artwashing van ING. Ik zou meer demonstreren bij de ING en niet bij het Rijksmuseum. Want er zijn zoveel toeristen die naar binnen, die misschien gepland hebben dat ze naar binnen willen. En die kunnen dat niet en die weten ook helemaal niet waar het over gaat. Om nou het Rijksmuseum eruit te pikken en toeristen teleur te stellen, vind ik ook zo wat, moet ik zeggen. Yeah, I just read the sign. I had no clue. And I do agree with the cause, 100%. I am against fossil fuels and anything that's creating the climate crisis. So yes, I understand. It is a big disappointment to not to be able to go into the museum. But I understand and I hope this protest works and they'll do something about it. Iets voor 1 uur liet de lokale burgemeester weten dat de activisten de blokkade moesten beëindigen. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, greep de politie in en verwijderde demonstranten en zette daarbij ook een slijptol in. Werden 33 activisten aangehouden. Extinction Rebellion heeft aangegeven de blokkadeacties voort te willen zetten zolang het museum banden houdt met ING.